الشرك نسأل العافية والسلامة ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك oftewel polytheïsme is onderverdeeld in twee categorieën: grote shirk en kleine shirk. من مات نسأل العافية والسلامة على الشرك الأكبر فهو خالد مخلد خلود أبدي في النار. Degene die in de toestand komt te overlijden van de grote polytheïsme, voor hem is het eindbestem in het helle vuur voor eeuwig daarin vertoevend. ومن مات على الشرك الأصغر يعذب بقدر شركه ثم يدخل الجنة. En degene die zich schuldig maakt aan de tweede categorie, de kleine shirk, die kan worden bestraft voor deze handeling. درجات المحرمات أربع درجات. De verboden zaken zijn vier niveaus. صغائر. Kleine zonde. وأعلى من الصغائر الكبائر. En een hogere dan deze is de grote zonde. كل ما رتب الشرع عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر. Alles waar een specifieke straf voor staat, betekent dat het een grote zonde is. نعم. وأعلى من الكبائر الشرك الأصغر. En groter dan grotere zonde dan de grote zonden is de kleine vorm van shirk. وأعلى من الشرك الأصغر الشرك الأكبر. En grotere zonde dan de kleine shirk is de grote shirk. لابد أن نحذر من هذه المحرمات. En we dienen alert te zijn ten opzichte van deze zaken. لأن مثلا الأصغر قد يؤدي نسأل العافية والسلامة للشرك الأكبر. Want bijvoorbeeld de kleine vorm van shirk die kan leiden tot de grote vorm van shirk. أمثلة على الشرك الأكبر. Voorbeelden voor de grote shirk. أي عبادة تصرف لغير الله هذا الشرك الأكبر. Elke aanbidding die wordt toegeschreven aan een ander dan Allah Azza wa Jal valt onder de grote shirk. صلى لغير الله. أبيت bijvoorbeeld voor een ander dan Allah. صام لغير الله. Of hij vast voor een ander dan Allah. حج لغير الله. Of hij verricht de bedevaart voor een ander dan Allah. يخاف من الجن كخوفي من الله. Of hij heeft vrees of angst voor de jins, net zoals dat hij vrees heeft voor Allah Azza wa Jal. يذبح لأصحاب القبور. Hij brengt een offer voor de graven, de mensen in hun graven. يطوف بالقبور. Of hij verricht de rondloop die eigenlijk voor de Kaaba bestemd is, hij verricht deze voor de graven. Hij vraagt een ander dan Allah Azza wa Jal om regen of om een nageslacht. Bijvoorbeelden van de kleine shirk. Het zweren bij een andere dan Allah. Hij zweert bij de profeet, vrede zij met hem. Of hij zweert bij het leven. بالأموات. Of zweren bij ouders of overledenen. نعم. يصلي ويريد بهذه الصلاة مدح الناس رياء شرك أصغر. Of iemand die het gebed verricht, maar hij doet dit voor aanzien van de mensen. يقول لولا فلان لحدث لي حادث. الأصل يقول لولا الله وحده أو لولا الله ثم فلان. Of hij zegt als die en die persoon niet oorzaak of aanleiding was geweest, dan zou er dit en dat gebeurd zijn. Nou. Terwijl hij dient te zeggen, als Allah niet de beschermer was of de oorzaak was, dan zou dit niet gebeurd zijn. Dus we dienen alert te zijn en te bestuderen, zodat we niet in deze grote zonde vallen.